Look, there's three things guaranteed in life: tax, death, and Dutch losing penalties. Mannen! Dit moet je even uitleggen. Ja, iets maakte mij wakker in de bunker. Een goed feest. Wat moet je voorstellen? Wat is dit? Ja, nee. Dat kan toch niet? Ja, alles kan niet. Maar vandaag wel. Maar op welk punt dacht jij van, nou, dit is nou echt een goed idee? Het is carnaval, het is carnaval. Yes, dan mag het. Waarom vind jij het heftig? Waarom vind jij het heftig? Ja, het is nogal een beladen onderwerp, zeg maar. Maar sommige mensen zijn ook gewoon als corona verkleed. Dat vind ik ook al wel heftig eigenlijk. Ja. Dat zit mij nog wel heel hoog. En Adolf Hitler, ja, dat... Ja, dat kan je niet vergelijken met elkaar. Waar is Duitsland? Thuis! Waar is Spanje? Naar huis! Waar is Portugal? Naar huis! Waar is iedereen? Naar huis! Even voor de duidelijkheid, Bjorn Hulsbeek. Jij moet niet menen dat ik mijn relatie tussen Bibi en mij kapot kan maken. Hè? En dat geldt ook voor jouw holmaatjes, net als Jean-Pierre, hè? Uit Eindhoven, onze graftakken gezicht. Als je zo'n held is, moet je in zijn kutauto stappen en dan moet hij in een Beekendam komen. Als je zo'n groot smoel bemoeil. Je hoeft niet bij mijn vrienden op TikTok te kijken, jongen. Kuttekop. Als je iets tegen haar hebt, moet hij hier aan de deur komen, stumpert. En dat geldt ook voor jou, Bjorn. Jouw leven gaat naar de kloten en niet naar van ons. Want niemand komt tussen mij en haar. En dat geldt voor iedereen bij deze, hè? Ja, mensen, we gaan naar Qatar. We gaan alles kapot maken daar. Maar ja, het laat liggen, Louis. Pak ik het op. We komen eruit. Morgenochtend, 7 uur, begint eruit. Hoes, alles gaat kapot. Maar ons, jongen. Huzzah! Noem 4 dagen in de week zonder de letter A. Maandag. Dinsdag. Woensdag. Tunderdag. En yo, wat nou als je de hond aan het uitlaten bent en je komt Russische soldaten tegen? Meteen vluchten en wegwezen. Zorg ervoor dat je onzichtbaar bent. Anno 2022 zou je toch wel mogen verwachten dat vrouwen hun eigen lichaam goed kennen en mannen dat lichaam van de vrouw. Niks is minder waar. Getuige deze foto van de klit. Hebben jullie biologie gehad? Ja. En wat zou je denken dat dit is? Een darm of zo. Een vorm van kanker. Wat zou je denken? Of ja, kanker denk ik. Het is clitoris. Ja, bijna goed, toch? Ik wil even mijn moeder, sorry, want ik ben zwaar op beeld met mijn middelvinger. Dus het spijt me zeer, man. Ik zeg altijd, als hij zijn eigen piemel zo niet kan zien, hoef ik hem ook niet te zien. Hoezo noem je mij kleuter? Luister, ik zeg je mijn linker. Nou ben jij klaar, kom maar mee. Bro, Free Valentino sowieso, broer. Free Valentino sowieso, broer. Hey, Free hem, man. Voor deze gokken. Oh. Heeft maandag iets te doen? En dinsdag. Hey mensen, op de ringdeurbel, moet je horen. Alsjeblieft, hè. Vindt u Rotterdam een leuke stad? Ja, leuke stad. Waarom dan?
Het stinkt hier. Gezellig. Nee, kind stinkt veel. Goeie mensen hier hoor, Rotterdam. Heel goed, Rotterdam. Ja, maar stinken ze? Nee, niet veel. Klein beetje. Argentinië gaat winnen, jongen! Hij zegt dat Argentinië gaat winnen, maar... 5 meter! Hey, Hoeveel dan? Woest is ze, Gerda uit Uden. Ze is dol op dubbelvla, zelfs zo verzot dat ze na het avondeten nog een tweede schaaltje wilde. Toen moest ik hard schudden, want er kwam niks meer uit. Ik zeg tegen mijn buurvrouw, hoe kan dat nou? Ik heb net een nieuw pak open en er komt niks meer uit. Toen zegt de buurvrouw tegen mij, ja maar kijk eens, er komt iets uit. Na flink frikken kwam er deze enorme klont uit het pak. Het is groot, ik kan niet op een lepel. Deze lepel, daar had hij niet genoeg aan, maar dan hangde hij gewoon overheen. Dus ik vond het heel vreemd, heel griezelig eigenlijk. Een soort kipfiletlapje of een gewoon filetlapje. Nou, het zag er gewoon smerig uit. Maar ja, Gerda had toen dus al een schaaltje vla uit het pak op. Daarna begon pas de echte ellende. Maar boven de ring ging ik in de onder weer uit en ik 4 dagen niks binnen kunnen houden. De supermarkt, bekend van de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, onderzoekt wat er mis is gegaan. Maar voor Gerda is de kous er niet meer af. Ik strijd door, ter aan het gerechtsgebouw toe als het moet. Ik wil weten wat er in de vla heeft gezeten. Eén ding is in elk geval wel duidelijk voor Gerda. Dat ik van mijn leven nooit geen dubbelvla meer eet. Nooit geen vla meer eet eigenlijk. Ik durf het niet meer. Hier, Lidl. Je valt toch niet. Nee, iets. Ik zie het helemaal bewegen. Nee, grapje. Oké. You've almost got 1 million followers on Instagram. Almost. I hope today. Yeah? How much is it now? I think 950. Okay. I think after this interview you will have 1 million, met with the Dutch fans. At least. Okay. So, he's laughing as well. There have been some... Focus. I'm sorry. Ik heb nog één tip voor 's ochtends bij de koffie. Om een beetje bij te blijven met allerlei nutteloze informatie is... ga naar Wikipedia, klik op vandaag, dan zie je de datum verschijnen. En scroll lekker naar beneden en klik lekker door. En voor je het weet is de ochtend weer voorbij. En heb je hoop nieuwe info? Heel veel. Maar yo, wat nou als de Russen ons bombarderen met van die drones? Dan ben je hier volledig onveilig. Moet je meteen wegrennen. Doei yo. Tot ziens. Ja, goeie avond. Iedereen die hier is en ergens anders. Prettige feestdagen. Flinke lange piek erop en zuipen maar.